Goedemiddag, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza.nl. Vanochtend kwamen er wat wolkenvelden voor, toen begon de zon flink te schijnen, maar inmiddels zijn er ook weer stapelwolken ontstaan op een heleboel plaatsen. Die stapelwolken groeien nog niet uit tot een bui, blijft dus overal droog, maar de komende 24 uur gaat de kans op een bui langzaam wel wat toenemen. Vanavond, zoals gezegd, dus nog niks aan de hand. Het is wisselend bewolkt, soms bredere opklaringen. Vooral in het binnenland blijft het ook nog lange tijd warm. Komende nacht uiteindelijk daalt de temperatuur naar zo'n 15 graden in de kustgebieden tot 11 of 12 graden wat meer in het binnenland. Blijft licht of half bewolkt en de wind is zwak of matig. Dan morgen overdag wordt het vrij zonnig. Er drijven ook hoge wolkensluizen over en er gaan flinke stapelwolken ontstaan. Aan het einde van de middag of in de avond zou er in het zuiden een enkele regen- of onweersbui tot ontwikkeling kunnen komen. Op veruit de meeste plaatsen blijft het wel droog. En sowieso veel neerslag valt er niet, dus de droogte houdt eigenlijk gewoon aan. De middagtemperatuur loopt uiteen van zo'n 24 graden in Noord-Holland tot lokaal een tropische 30 graden in delen van Limburg. De wind wordt uiteindelijk noordoostelijk tot oostelijk en dan matig kracht 3 of 4. Op zaterdag ook kans op een enkele regen- of onweersbui, dan vooral in het zuiden-zuidoosten van het land. Middagtemperatuur tussen de 25 en 30 graden. Bij een matige wind uit het noordwesten, ook op zondag een noordwestelijke wind, dan doet de temperatuur een heel klein stapje terug. Blijft dan opnieuw overal droog en het is behoorlijk zonnig. Ook op maandag veel zon, dan 26 tot 30 graden. En in de loop van de dag draait de wind naar een oostelijke richting. En daarmee wordt dan geleidelijk nog warmere lucht aangevoerd. Als we naar de 15-daagse kijken, dan zien we dat vanaf dinsdag volgende week de middagtemperatuur boven de 30 graden uitkomt in het binnenland. En op een aantal plaatsen misschien nog wel een aantal graden hoger zelfs. Daarbij hebben we dus echt heet zomerweer te pakken. En ja, van neerslag is nog steeds geen sprake. Pas aan het einde van volgende week zien we dat de blauwe staafjes van de neerslaghoeveelheid een klein beetje boven de nullijn uitkomen. Maar nog steeds de hoeveelheden zijn zeer gering. Het neerslagtekort blijft oplopen en komt in de loop van de week boven het recordjaar van 1976 uit. Ik wens u in ieder geval een hele fijne dag. Ik ben Ben Langkamp van Weerplaza.nl.